Hey allemaal, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Mr. Rhino en vandaag is het vrijdag. Gisteravond was de nieuwe aflevering van Expeditie Robinson op de buis. En als je die hebt gezien, dan heb je kunnen zien dat Ronnie Flex is weggestemd. En om heel eerlijk te zijn, ben ik daar vrij opgelucht over. Want Jaap Jongbloed is een van mijn favorieten dit seizoen. Ik was al bang toen Jaap twee stemmen tegen zich kreeg. Maar toen Ronnie de meerderheid kreeg, was ik vrij opgelucht. Er wordt nu niet boos om omdat ik dat heb gezegd. Dat is mijn mening. Vanavond is er weer een nieuwe aflevering van The Voice of Holland op de buis. Die ga ik ook zien. Ik hoop dat jullie net zoveel van het weekend gaan genieten als ik. Ik zie jullie straks weer aan Oost. Peace. Zo, ik ben op Heidewoud. En meteen word ik al geïrriteerd door een begeleider. Ik weet niet waar die begeleider hierin vandaan komt. Maar ik denk dat ze in zijn streek heel weinig denkkracht hebben. Jezus. Soms dan irriteren de begeleiders de stront uit me. In ieder geval, dat is alles voor nu. Ik ben later terug, Rhino's. Oké, stelletje Nederlanders. Ik heb nu Mr. Rhino's camera. Mijn naam is Ernst van Apenbach. Een van Mr. Rhino's fantasievriendjes. En ik heb besloten om het vlogwerk even van hem over te nemen. Er zijn hier mensen, dus ik moet voorzichtig zijn. Voorzichtig. Ja. Zo. Want hier zijn mensen. Zo, vervelend jochie hier. Oh, daar. Doe ik ook niet. Ook opgebast, hier komt een gorilla. Oh, nee. Blijf hem af. Blijf me even daar, blijf me even daar. Ho. Zo. Die is weg. Dat was close. Ik doe mijn uiterste best. Trouwens, dit is iets wat Mr. Rhino normaal zou doen, maar wil je heroïne kopen? Oké. Blijkbaar werkt het alleen bij Mr. Rhino. In ieder geval. En dit is Ernst Paul van Apenbach en ik zeg tot later. Oké, de Heidewouddag zit er alweer op. Ja, daarvoor staat een eikel met een bladblazer. Daar kan ik even niks aan veranderen. In ieder geval, de Heidewouddag en de Heidewoudweek zit er weer op. Ik ga straks lekker weekend vieren.
heb weer heel wat gedaan op Aardewoud. Ik heb gewandeld, ik heb een beetje gewerkt, afgewassen, nou ja, afgedroogd, gefietst en gecomputerd. Zo heb ik mijn dag al mooi volgemaakt. Ik zie jullie thuis weer, Rhino's. Tot later. Oké, ik ben thuis. En ik ga nu lekker weekend vieren. Ik hoop dat jullie dit een toffe vlog vonden. En ik hoop dat jullie het ook cool vonden dat mijn fantasievriendje Ernst Paul even langskwam om het vloggen heel eventjes van me over te nemen. In ieder geval, dat is het einde van de vlog. Vergeet niet even een reactie achter te laten. Geef even een blauw duimpje omhoog. En abonneer je gelijk even op mijn kanaal. Dat zeg ik jullie zoals altijd. Later.